Dus dat zijn Armando de Wolf, Marcel Twelze en ikzelf, Thijs Kremers. We zijn een straight rock and roll bandje uit Zuid-Limburg. We proberen toch lekker rek voor de raap rock and roll te maken. Ontstaan. Dat ging redelijk makkelijk. We hebben allemaal wel een beetje hetzelfde idee over hoe een band moet klinken. En we geven elkaar de ruimte, heb ik het idee. Ieder kan doen wat hij wil. We hebben natuurlijk ook geen instrumenten die met elkaar conflicteren. We hebben een drummer, een bassist en een gitarist. Dat conflicteert niet echt, dat vult elkaar aan. Jullie zijn dus sinds 2012 bezig en zijn jullie toen ook meteen begonnen met het schrijven van eigen nummers? Ja, teksten. Worden meestal geschreven door Marcel of door mij. Het gaat op verschillende manieren. Dan komt iemand met een akkoordenprogressie en dat wordt verder uitgewerkt en dan wordt een tekst bijgeschreven en dat gebeurt dan in de oefenruimte. Of er komt iemand die heeft een compleet nummer gemaakt en met tekst en al en dat wordt dan verder uitgewerkt. Jullie hebben alle drie een soort van eigen studio. Ja. Jullie hebben er toch voor gekozen om naar een andere studio toe te gaan. Ja. We hebben hier wel proberen wat dingen mee op te nemen met die studio's en dat geeft ook hele goede resultaten. Maar ja goed, we kwamen nooit tot een goed einde. Het was altijd wel iets om verder aan bij te sleutelen. Dit zou beter kunnen, dat zou anders kunnen. En er zat eigenlijk nooit een deadline in. En we willen eigenlijk echt in een goede professionele studio met een goede opnameruimte zitten. Waar we zelf niet aan de knop hoeven te zitten. We hebben nu gewoon een afgebakende tijd. Daarbinnen moeten de opnames gedaan zijn. Daarbinnen moet de zang erop staan. Daarbinnen moet afgemixt zijn. En moet het album af zijn.